Wij hebben helaas als vereniging ooit een incident gehad met een bestuurslid. Als wij toen wisten dat VOG bestond en hadden aangevraagd, dan was diegene nooit bestuurslid geworden. Een VOG voor je vrijwilligers. Daarmee voorkom je onnodig risico en draag je bij aan sociale veiligheid op de club. Nou, je laat kinderen ook op school met een docent achter of op een kinderdagverblijf. Die moet ook VOG's hebben. Ik vind niet meer dan normaal dat daar trainers ook bij horen. Ik vind het zelf gewoon enorm belangrijk om een VOG te hebben. Wat mij betreft is dat ook de basis voor een vertrouwensband. Als ik zou zien of merk dat mijn kind niet veilig is binnen een club, dan zou ik mijn kind absoluut van de club afhalen. Wij krijgen wel eens complimenten van ouders die vinden het fijn dat hun kind op een sportvereniging rondloopt waar gekeken wordt naar sociale veiligheid. Laat zien dat jouw club sociale veiligheid serieus neemt en vraag VOG's aan voor je vrijwilligers. Nederland sportveilig! Ga naar noc.nsf.nl/nederlandsportveilig.